hartstikke leuk om jullie hier te ontmoeten. Ik heb de meeste denk ik een hand gegeven, moet ik zo maar even voorstellen. Willem Jan van de Ven. Ik ben verantwoordelijk bij Adult Servants voor wat we vroeger noemden bouw aan jezelf. Dus de verandering van de mensen die met ons meegaan. Maar ik dacht, dan is het leuk om eventjes je hoofd leeg te maken en even met elkaar te ontdekken hoe zit dat nou met leiderschap. We gaan in 2, 1, go. Nou, ik ben Kees Steen. Ik neem je een dag mee op project. Pijlers van het project. De 4 pijlers zijn geloof, bouwen, cultuur en persoonlijke ontwikkeling. Zeker in Afrika is het geloof heel belangrijk, maar ook voortdurend aanwezig bij alles. Betrekken ze God. En dat is soms vertekend of soms ook wel eens, oh ja. Ik was 2 weken terug nog in Zimbabwe, daar gingen we ergens naartoe. En toen waren we net aan het rijden en toen de vrouw die achter stuur zit, we zullen even bidden voor een behouden reis. En ik zat achterin en zij ging bidden, ik denk, ik hoop dat je ook overhoudt. Maar zo zijn ze wel, ook op de auto staat, bijbelteksten of een bus die bijna uit elkaar valt staat, don't worry, God is in control. Oké, daar moet je dan op vertrouwen. Ja, dat is heel veel informatie. Ik vind het altijd moeilijk om aan een groep of aan mensen uit te leggen. Wat is nou wat service? Want het is zo veel omvattend. Het is niet alleen maar bouwen. Vervolgens hebben we dat pakje specifieke handleidingen. En daar kom je dus de handleiding van jouw taak tegen. De hoofdleider die heeft alle katernen. En mijn tip aan de hoofdleider is, als je wat bagage wil besparen, kijk eventjes van welke wil ik daadwerkelijk ook meenemen op reis. En welke blader ik gewoon even een keer doe. En je hebt ongeveer 2 types mensen. Je hebt mensen die worden er rustig van als ze lezen dat er over nagedacht is wat je moet doen als er een probleem komt. Lees het even door. Je hebt ook mensen die worden er heel onrustig van als ze alle mogelijke problemen lezen. Sla hem over. Dat komt wel. En dan is het tijd om te vertrekken, om naar Schiphol te gaan. Nou, Schiphol is ook nog weer een medewerker van Adult Servants aanwezig. En wie heeft dan onder andere zo'n gereedschapskist of een aantal van die gereedschapskisten bij zich? Er zit een waterfilter in, er zit gereedschap in enzovoorts. Dus dat is voor jullie georganiseerd. En iedere medisch leider krijgt ook zo'n medische kit. Nou, als je straks als medisch leider zegt, ik wil er vast even inkijken wat ik krijg, dat kan. Op vrijdag 16 september, dan ontmoet je die teams weer. En ik zei net, jullie input is weer een nieuwe input voor dit boekje. En dan vragen jullie dan om een verslagje te schrijven, krijg je een format voor, over jouw specifieke taak. En op het weekend ontmoet je het team en neem nu door, hoe was het, hoe was mijn ervaring? Nou, en dan zit de cyclus erop. Want dan, ja, en daarom afsluitend is er een festival waar we met alle deelnemers vieren wat we meegemaakt hebben. Hallo, ik ben Jordi Kassen. Het is mijn eerste keer dat ik meega met World Servants. Ik ga naar Malawi en wij daar gaan daar. We gaan een ziekenhuis afbouwen. Er staat al een ruwbouw van een eerdere groep die daar is geweest. En dat gaan wij afbouwen. Ik ben Dennis Meijer. Ik ga dit jaar mee naar Bangladesh als toerustingsleider. En ik ben 2 keer eerder mee geweest. Ik ben in 2012 naar Ecuador geweest en in 2015, dus afgelopen jaar, naar Malawi. Ik vond het een hele leuke ervaring en ook een hele leerzame ervaring. Juist ook omdat je merkt dat als je als jongere ervoor kiest om mee te gaan met zo'n project, dat het echt een levensveranderende ervaring kan zijn. Ik ga als toerustingsleider. Ja, zeker nu ook. Hier een dagje meelopen en kijken. Kun je vertellen, wat vond je van deze avond? Erg leerzaam. Ja, het is de eerste keer dat ik meega als leider, dus dan is het wel een groot concept, zeg maar, leider zijn. Dus dan is het wel heel fijn dat de World Service zoiets aanbiedt om je een beetje te trainen en een beetje de tools te geven, zodat je er gewoon een hele gave tijd van kan maken met de hele groep. Informatief. Ik heel motiverend. Ik krijg wel meer nieuwe inzichten over wat er kan gebeuren en wat je kan doen als toeristingsleider, laat maar zeggen. En ik heb zin om aan de slag te gaan.